Mijn naam is Kees Fortuyn. Ik heb 26 jaar bij een onderzoeksinstituut gewerkt, het Verweij-Jonker Instituut in Utrecht. En ik hou me op het moment bezig met manieren om rijken te helpen om zichzelf te ontwikkelen. Zo zou je dat kunnen zeggen. Er is een ander stukje van mijn persoonlijke bezigheden wat eigenlijk wel goed past bij deze uitgestoken hand van Orion. Want dat, zo ervaar ik het toch een beetje. Ik ben betrokken bij een buurthuis in zelfbeheer. En dat is interessant, want dat is eigenlijk de andere kant van het proces. Niet zozeer beginnend vanuit mijn instelling, maar beginnend vanuit bewoners die iets willen. En die eigenlijk nog niet zo goed weten wat ze willen, maar ze hebben het op zich wel gezellig met elkaar. Hebben wel behoefte om activiteiten te ontwikkelen. En dan vervolgens is er een welzijnsorganisatie en die stopt de exploitatie van een buurthuis. En dan zeggen ze, wij gaan dat buurthuis exploiteren. Dat hebben ze gedaan al in 2008. Het is een trend die nu heel hard gaat. Er zijn heel veel bewonersgroepen die buurthuizen in zelfbeheer nemen. Maar goed, dit is dus een buurthuis uit 2008. En ik heb op zich wel een positieve boodschap over die beweging. Want de kosten voor de exploitatie van het buurthuis zijn gehalveerd in die tijd. En het aantal bezoekers is verdrievoudigd. Dus het kan gewoon. Het kan. Wat ik wil zeggen, wat ik wil doen is eigenlijk vanuit die positie van bewoner. Ik ben er als bewoner bij betrokken, het is in mijn eigen wijk. En ik ben daar heel veel mee bezig. Hartstikke leuk om daarmee actief te zijn. Ik leer daar een aantal dingen over hoe die processen nou gaan. Wat gaat er nou mis en wat gaat er nou goed? Als bewoners betrokken raken bij een instelling in een wijk of als bewoners zelf als het ware hun ding gaan doen, om het zo maar te zeggen. Er is op dit moment, dat is wel van belang, er is op dit moment wel een heel nieuw spel eigenlijk in ontwikkeling. Je hebt natuurlijk oude rolverdelingen, zal ik maar zeggen, van een overheid. Je hebt bewoners die dingen willen, nou dan gaan ze naar de overheid, dan vragen ze daar subsidie voor. En je hebt ook nog instellingen die dingen doen. Die hele rolverdeling die gaat anders worden, want inkomens gaan... Die stagneren in ieder geval, maar kijk maar wat er met pensioenen gebeurt, gaat achteruit. Je kan er staat op maken, uitkeringen, gaat achteruit. Er zijn minder voorzieningen. Dus wat moet je dan als bewoners nog, als je iets aan je positie wil doen, als je dingen wil doen die belangrijk voor je zijn, dan kun je eigenlijk niet meer de oude wegen bewandelen. Maar dat is interessant, want naar wie ga je dan toe? Dan ga je naar de overheid. Maar ja, de overheid is ook aan het bezuinigen. Dus de mogelijkheden om daar zeg maar te krijgen wat je nodig hebt, die zijn ook al minder. En dan uiteindelijk is er een instelling als Orion die zegt van kijk, hier zijn wij, wij kunnen iets betekenen voor jullie. En dan vind ik het interessant worden, want dan zie je dat er een nieuw spel aan het ontstaan is tussen bewoners en zo'n instelling als Orion. Die kan iets anders gaan betekenen in de wijk, die kan iets gaan betekenen in wat jij wil doen als bewoner. Er gaan wel een paar dingen bij veranderen. Het betekent bijvoorbeeld dat het initiatief bij bewoners ligt. Dus het is lastiger om van tevoren te plannen van wat gaan we doen. Ja, dat hangt er maar vanaf wie de bewoners zijn. Dus je zult dus eerst in gesprek moeten met bewoners over wat hun ideeën zijn. En die weten dat vaak ook niet zo precies meteen. Maar iets als een gesprek, iets als een ontmoeting, zeg maar een eerste, enfin, die uitgestoken hand waar nog die aangenomen wordt. Dat gaat heel belangrijk worden. Wat ik ook merk uit mijn ervaringen bij de Nieuwe Jutte, dat buurthuis, dat is dat het plezier in wat je doet het allerbelangrijkste is. Want je kan natuurlijk een heel ambitieus plan opzetten van wij gaan dit of dit project uitvoeren. Maar als je eerst door, laten we zeggen, anderhalf jaar van plannenmakerij heen moet, dan is er een hele groep bewoners die al na twee of drie bijeenkomsten zeggen, nou, daar kwam ik niet voor. Daar heb ik geen zin in. En dan is het belangrijk dat je er plezier in hebt om met elkaar te zijn. Dus die ontmoeting, het met elkaar leuk hebben, elkaar iets te vertellen hebben. Dat is uiteindelijk wat je ook door zo'n planningsperiode heen kan trekken. Je gaat dus niet omdat je dat plan af wil krijgen over een half jaar. Ga je naar zo'n bijeenkomst, maar je gaat ernaar omdat je misschien verliefd bent op de buurvrouw. Of dat je denkt van, goh, ja, dat wordt gezellig, want daarna gaan we een kunstbijeenkomst. Kan mij het schelen wat, maar je gaat voor je plezier. Want als je dat niet doet, de mensen die daar geen plezier in hebben, die zijn zo weg.
Nou, en dat wil je eigenlijk niet bij dit soort processen. En dat is iets heel anders dan wat wij traditioneel onder planvorming verstaan natuurlijk. Dus dat is wel iets wat ik u wil meegeven. De processen gaan anders. Als je samen met bewoners iets wil gaan organiseren, let er dan op dat het iedere keer dat het leuk is. Maak die sfeer met elkaar, voel je daarvoor verantwoordelijk. En er is een... wat er aankomt, omdat budgetten natuurlijk ook gewoon kleiner worden. Het gaat een heel hoog gehalte aan plakbandjes en elastiekjes worden. Dus improviseren. Er is geen geld, er ligt geen budget klaar. Je kan het niet allemaal bestellen bij de een of andere grote handel wat je wil hebben. Je zult het met elkaar moeten maken. Nou, dat gaat weer mooi met plakbandjes en elastiekjes. Dus dat, wat mij betreft, is dat fantastisch leuk om te doen. Want ik ben natuurlijk niet voor niks bij de buurt uitgetrokken. Ik vind dat leuk. Wij hebben sinds enige tijd, ik zal je vertellen hoe dat gegaan is. Als je dat buurthuis binnenkomt, kom je in een hal en dan komt er iemand, er is altijd iemand achter de bar en die komt naar je toe. Dus als je daar helemaal niet bekend bent, komt naar je toe. Je zegt van, goh, leuk dat je bent hier, wil je misschien een kopje koffie? Ga zitten, enfin, zo dat. Je wordt welkom geheten. Ik ben benieuwd, ik heb dat nooit, ik heb het niet getest, moet ik zeggen, maar het is een goede test voor Orion. Wat gebeurt er als iemand binnenloopt? Wat gebeurt er dan in zo'n organisatie? Want je wil natuurlijk dat hij nog een keer binnenloopt. Dus dat lijkt mij wel een punt waar je wat mee zou kunnen. Wij zijn daar dus actief en er is daar een beheergroep van actieve bewoners. En de moeder van een van die bewoners dementeert. Dus die proces van 3 jaar en dan komt die moeder te overlijden. En dat is nog maar een paar maanden achter de rug of haar schoonmoeder begint te dementeren. En dat is een klap, weet je. Dan denk je van, oh, hoe ga ik het nu hier doorheen slaan? Enfin, die bewoonster die begint erover. En zeggen een paar andere mensen van de buurt, zeggen, kom toch hierheen, kom gewoon hierheen, gezellig. En we maken daar een leuke dag van. Dat is het begin geworden van onze ouderen shows. We zijn dat gewoon met meer ouderen gaan doen. En dat loopt helemaal niet planmatig. We hebben het in zeg maar 3 weken hadden we het voor elkaar om die ouders zo te organiseren. We zijn in iedere buurt, en ik weet zeker in deze buurt zijn die er ook, zijn mensen die een warm hart hebben. Die zeggen van, jongens, kom maar op, ik zorg dat jullie een leuke dag hebben. Zeg maar dat die mensen zijn er. En er zijn mensen die zorg, zoals het officieel heet, wij noemen het niet zo, maar goed, die zorg, die opvang nodig hebben en die daar hun voordeel mee zouden kunnen doen. En dat zijn eigenlijk die kleine draadjes, die kleine initiatieven waaruit je iets kan weven, waaruit je dingen kan halen. Interessant wordt dan de discussie met de zorgwereld, want ik maak er wat mee. En het interessante is, zorg gaat natuurlijk gewoon over iets tussen mensen. Het is iets wat tussen jou en mij zich afspeelt. Daar zit een bepaalde, daar moet een gevoel in zitten. Als dat er niet in zit, maak je een valse start. En je kan op conferenties kun je proberen een discussie over zorg beginnen. En het gaat binnen 2 minuten over regels. En is de kwaliteit wel goed? En is dat gegarandeerd? Zitten er garantiebewijzen aan? Enfin, dat soort institutionele discussies. Dus het is blijkbaar heel moeilijk om het woord zorg te gebruiken en dan te zorgen dat het blijft gaan over die leuke, interessante ontmoetingen tussen mensen. Dus wij hebben voorlopig met die oudere shows hebben wij gezegd, tuurlijk weten we dat we ooit naar de huisarts toe moeten en dat we naar zorginstellingen toe moeten. Maar we beginnen gewoon en we kijken hoe ver we komen zonder die hele dingen. En als we dan wat hebben, wat draait, waarvan we denken, oh, dat is interessant. We hebben een verpleegkundige erbij, we hebben een groep ZZP'ers, zit er ook omheen, die zijn hoger opgeleid. En er zit een verpleegkundige bij en die gaat dus die bewoners training geven. Dus die gaat proberen de kwaliteit wel omhoog te werken, maar gewoon vanaf, goh, dat gaan we met z'n allen doen, gezellig. En als we dan die ontwikkeling doorgemaakt hebben, komt er wel een moment dat we zeggen, nou gaan we naar de zorginstelling. En wat ik eigenlijk Orion zou willen toewensen, is dat die beweging, wat die is er. Er zijn mensen hier in de buurt die geïnteresseerd zijn in dit soort activiteiten. Dat je die beweging als het ware kunt opkweken. Het is een plantje. Wij denken heel vaak in complete modellen en bouwwerken. We zijn goed in blauwdrukken. Maar het is eigenlijk een plantje. Het begint heel, heel nietig, klein, onaanzienlijk. Je moet gewoon zorgen dat groeit. Dat is belangrijk. Dus je moet dat kleine niet veronachtzamen. Dat plakbandjes en elastiekjes niet. Dat hoort er allemaal bij.
En er is, daar zit ook iets in van als wij met een aantal instellingen, als wij iets willen opzetten, dan beginnen we vaak met de twee toppen. Hè? Als je een organisatie beschouwt als piramide top, zit bovenin. Hier heb je, laat het maar oneerbiedig zeggen, het goed volk zou ik maar zeggen, de mensen die gewoon het werk doen. Dan denken wij vaak dat je die, als je afspraken maakt tussen die twee toppen, dat er dan iets gebeurt. Terwijl de ervaring die ik heb, en dat heb ik ook bij de nieuwe Jutte, dat is eigenlijk moet je die twee grondvlakken op elkaar aansluiten. Dus je moet het omkeren. Als je die twee grondvlakken hebt, die mensen hebben elkaar heel erg veel te vertellen. Die in een één organisatie en nog een andere organisatie op het uitvoerende niveau zitten. Die hebben, daar heb je vaak hele levendige, leuke discussies tussen. En wat wij doen om die discussies los te krijgen, we doen dat tussen verschillende buurthuizen bijvoorbeeld. Of de komen vanochtend waren, was er bij ons een groep gemeenteambtenaren uit Leiden. Wij organiseren een maaltijd. Dus het gaat gewoon uit, zonder agenda. Dus wij plannen dat ook niet van tevoren, maar we zeggen gewoon, hier is een maaltijd. We hebben een cateringgroep van vrouwen uit de wijk die zorgen dat je een lekkere lunch hebt. En dan komt dat gesprek op gang. En eigenlijk, en dat lijkt wel echt vergaderen, zeg maar, je bent anderhalf uur ben je dan met elkaar bezig. En de laatste 10 minuten worden de zaken gedaan. Dus dan zeg je van, nou, ik heb dit beluisterd, dat beluisterd, dat beluisterd. En in 10 minuten zeg je, oh ja, dit was eigenlijk een vergadering. En dat werkt als een trein. Dus wil ik jullie graag aanbevelen als manier om verschillende instellingen ook met elkaar in contact te brengen. Ik denk dat, laat ik zeggen, dat er is ook onderzoek gedaan naar hoe innovaties plaatsvinden. Hè? Dat begint op die manier. Dus dat kun je niet op topniveau, kun je dat niet afregelen. Dat is een hele wankele basis. Wat ik, ik denk dat ik gezegd heb wat ik wilde zeggen. Dus ik hoop dat, wat ik geprobeerd heb is om enigszins te relativeren hoe er traditioneel gedacht wordt over zo'n relatie van een instelling met zijn omgeving. Maar dat je er eigenlijk anders naar kunt kijken. Je weet zeker, dat weet ik 100% zeker, er zitten veel meer mensen die behoefte hebben aan contact. Zowel onderling als tussen hunzelf en Orion in de wijk. En je hebt activiteiten nodig. Er zijn een hoop mensen die gaan gewoon voor dingen doen. Eerst doen dan denken, zou je bijna zeggen. Om die weg vrij te maken, om die ontwikkeling op gang te krijgen. Dat wens ik Orion eigenlijk toe, dat zo'n ontwikkeling gaan, dat we daar een stap dichterbij komen vandaag. En dat we met die blik, met die bril ook naar die verschillende activiteiten gaan kijken. Hoe kunnen we dat voorttrekken, zou ik zeggen. Dankjewel.